Ja, Bo zingt een nummer dat jullie allemaal kennen. Wonderwall, Oasis. 95, 96, ruim 25 jaar geleden. En het is precies 25 jaar geleden, 1996, dat Han University of Applied Sciences ontstond. Nu, 25 jaar later, is de Han een van de grootste hogescholen in Nederland. En Han is jarig. En om dat te vieren is er niet alleen muziek, maar we komen met elkaar samen. Samen met jullie studenten, medewerkers van Han, om het te vieren, maar ook vooral om bij elkaar te zijn digitaal, op afstand. Om elkaar een hart onder de riem te steken. Laten we met een open blik naar de toekomst kijken. Welkom bij deze mooie uitzending. Ja, nogmaals welkom. Ik zit inmiddels hier met... hij vindt het niet zo leuk als ik zeg, maar het is het wel een beetje. Ik ben de eindbaas van de Han, Rob Verhofstadt. Rob, gefeliciteerd met de verjaardag, kan je wel zeggen. 40.000 uitnodigingen hebben jullie gestuurd. Zeker wel. Je dacht, jullie pakken groot uit. We pakken groot uit en we zijn ontzettend blij dat het in ieder geval op deze manier kan, om toch stil te staan bij 25 jaar Han. En om hiermee ook een mooi begin te maken van een jaar om erbij stil te staan dat we 25 jaar bestaan. En als je zegt 1996, hè? Wat deed jij in die tijd? Ja, heb ik over nagedacht. Toen was ik net klaar met studeren, ook in Nijmegen, politicologie. En toen begon ik ook met dagen te werken. En dus ik woon nog wel in de regio en ik kende op dat moment ook al heel veel mensen die aan de Han studeerden. Maar ik moet bekennen dat ik toen heel veel dagen had waar ik niet zat te bedenken dat ik over 25 jaar hier zou zitten om zo'n jaar met festiviteiten af te trappen. En had je toen ook al een baard? Toen had ik nog geen baard. Nee, inderdaad. Nee, ik moet over nadenken. Ik had toen ook geen haar nog meer. Ik toen wel. Ja, toen... Ja. Nou ja, het mooie is, als je denkt aan 1996, een deel van jullie was het toen nog niet eens. Een ander deel wel, met name de leraren, zou ik zo zeggen, de docenten. Maar laten we even kijken naar 1996. Goedemiddag dames en heren en welkom. En je ziet het al aan de headlines zoals dat mooi heet. Tot zover de eerste nieuwsuitzending van TV Gelderland. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Dit is Dolly. Eén cel van haar is voldoende om al het erfelijk materiaal te kopiëren. Het kabinet moet homoseksuelen toestaan officieel met elkaar in het huwelijk te treden. Roken. Dood en doodzonde. Daar is gabbertje, rare gabbertje. Zo te zien heb je al 100 billen. Adip is your love. We need your help! Ja, en dan de vooruitzichten. Dinsdag 17 graden op de thermometers. Goedemorgen, tot morgen. Vanaf april verdubbelt RTL Nieuws de presentatie. De ene maand zitten wij hier om 7:30. De andere maand zitten wij hier. Welkom bij het nieuwe Rad van Fortuin. Ook vanavond gaan onze drie kandidaten spelen voor een schat aan prijzen. Waaronder een heel nieuw interieur voor je huis. Goedenavond en welkom bij Dit Was Het Nieuws. Zo worden de HEMA-worsten dus gemaakt. Zo, zeg. Dit jaar blijkt dat internet een blijvertje is. Problemen met een orchidee? Internet kan uitkomst bieden. Als u online bent, typt u http://. Heeft u een mobiele telefoon? Nee. Waarom niet? Nou, dat heb ik niet nodig. Lijkt me helemaal niet leuk om altijd bereikbaar te zijn. Ik ben student en ik heb een antwoordapparaat en dat is prima. If you wanna be my lover. Hebt u dat? Als je dit zo ziet, ik weet zeker dat er heel veel kijkers nu zijn, met name jongere kijkers, die niet weten hoe dat poppetje heet, bijvoorbeeld. En het ga je nu vragen, Loekie? Nee, jij weet het wel natuurlijk, maar jullie wisten dat niet, hè? Ja, nou, oké. Okay. Nou, 1996 ontstaat de Han. Waarom is eigenlijk de Han toen gecreëerd?
Ja, op dat moment, en ik ben daar net een boek aan het lezen over de geschiedenis van de hal. Nou, het is een dikke pil, dus er is heel veel over te vertellen. Maar waar het op neerkomt is dat er een behoefte was om van heel veel verschillende kleine hogescholen te komen tot één grotere. Om ook wat efficiënter te kunnen werken, et cetera. En om daarmee ook een brede hogeschool te organiseren zoals we de hal nu kennen. En moet je weten, in 10 jaar zijn we van 20 instellingen naar 1 instelling gegaan, de hal. En als je die ontwikkeling kijkt, ook naar de onderwijs die wordt gegeven bij handen, hoe is die ontwikkeling, hoe zou je die schetsen? Ja, ik denk als je terug gaat kijken in die tijd, dan zie je dat er echt een ontwikkeling is geweest van eerst toch echt vooral onderwijs naar steeds meer ook onderzoek. Er is steeds meer onderzoek bijgekomen. En ik denk dat we in toenemende mate ook de omgeving, de vragen uit de omgeving, de uitdagingen die er zijn, dat we die als uitgangspunt nemen om ons onderwijs in te richten, om ons onderzoek te doen. Dat is denk ik de grootste verandering. En wat voor plek heeft Han, vind jij, in het onderwijslandschap nu, na 25 jaar? Nou ja, ik denk dat we toonaangevend zijn op een aantal gebieden. En tegelijkertijd zijn we ook, net als andere hogescholen, heel goed verankerd in de regio. Als je ziet dat er 37.000 studenten ingeschreven staan bij de HAN, dan zijn dat even zoveel mensen die hier naar ons toe komen om hun onderwijs te volgen. 37.000? Ja, dus een kleine stad zou je kunnen zeggen. En dat is ontzettend veel. Maar daar ligt misschien nog niet eens het belang in. Je kunt het gaan hebben over getallen. En ik heb ook een heel rijtje met hoeveel bacheloropleidingen, hoeveel masteropleidingen, hoeveel associate degrees, hoeveel lectoraten. Maar eigenlijk is elke student die hier binnenkomt en die met een diploma weggaat, dat is een hoogtepunt. Dat is een ontwikkeling. Daarmee gaat iemand de wereld in, de arbeidsmarkt op. Dat zijn evenzoveel hoogtepunten. En als je kijkt naar de groei van HAN de afgelopen jaren, niet alleen in het curriculum, het aantal studenten, in de interesses. Zit je dan aan je maximum of zit er nog meer ruimte eigenlijk voor groei? Ja, groei. Niet zozeer vanwege het idee van dat de getallen dan mooier worden. Nee. Dat is niet zozeer belangrijk. Maar vanuit efficiëntie bijvoorbeeld? Nou, nog een andere die ik nog belangrijker vind dan efficiëntie. Als je gaat kijken van de vraag die opkomt, ben je nou klaar met leren als je een diploma hebt? Of begint het dan pas eigenlijk? En kom je ook weer eens een keertje terug bij je hogeschool wanneer je al een paar jaar gewerkt hebt? Dus dat is de ontwikkeling? Dat is een ontwikkeling, hè? Dus daar komen ook doelgroepen bij. Dus op die manier is er nog allerlei ontwikkeling. En is het niet zo dat we nu klaar zijn en dat we de komende 25 jaar op deze manier verder gaan? En wat is voor jou de belangrijkste reden om... Kijk, we zitten natuurlijk allemaal in een afschuwelijke situatie, dat weten we. Dus daarom ook deze talkshow, want er komen allemaal studenten aan het woord, medewerkers komen aan het woord, zijn filmpjes. Het is echt een mooi programma gemaakt. Maar is dit ook iets waarvan je zegt, van kan iets blijvend zijn in de toekomst? Want je probeert je natuurlijk te ontwikkelen, ook juist in een crisis, om dat soort dingen te ontwikkelen waar je misschien ook na die crisis iets mee kan. Is dit zo'n voorbeeld daarvan misschien? Ja, als je terugkijkt naar 25 jaar, zijn er hoogtepunten, zijn er dieptepunten. En het is een moeilijke tijd, dat is het voor iedereen. Er is ontzettend veel zorg om hoe het nu is om te studeren. Dat is echt anders dan de beelden die we net zagen, dan in de tijd dat heel veel van ons hebben gestudeerd. Echt heel erg lastig. En tegelijkertijd heeft het ook geen zin om daarbij te blijven en het daarbij te laten. We leren ervan. Als je nu ook ziet wat we ervan hebben geleerd van dingen die we precies een jaar geleden nog niet voor mogelijk hielden, ja, geeft dat ook weer veerkracht en geeft het ook weer energie om dat dan ook vast te pakken en dat verder te ontwikkelen. Dat is ook precies wat we ook willen met deze viering. Natuurlijk ontkennen we niet dat het moeilijk is, dat het pittig is voor heel veel mensen. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat we 25 jaar bestaan. En daar willen we ook heel erg graag bij stilstaan. Nou, om te beginnen met deze uitzending. Ja, en in deze uitzending ga ik af en toe ook live schakelen naar Arnhem. En dan eens even kijken waar jullie staan. Michelle, sta je er al? Kijk eens. Ja, zeker. We staan er al. Nou, ik ben dus Michelle. En ik ben Zoal. Wij krijgen hier live vragen binnen en die gaan we straks aan jullie stellen. En we hebben nog een leuke verrassing. Tot zover vanuit Arnhem. Ik vind het wel mooi dat iemand erachter loopt en die niet weet dat hij in beeld is. Ja. Dat vind ik altijd wel een mooi beeld. Gewoon lekker relaxed lopen daar in de hal. Terwijl Michelle en Zoal daar staan. En straks komen ze met allemaal vragen naar jullie toe. Nou, thuis kun je dus vragen stellen tijdens de uitzending al. Dat kan via de stel een vraag button onderin je videoscherm. En wie weet komen de vragen dan terecht bij of Michelle of bij Zoal. Dan komen ze terecht bij de mensen hier aan tafel. Rob zie je ook straks zo terug aan tafel. Maar eerst muziek. Survive.
25 jaar Han. Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag. Een hele lastige, ingewikkelde jaar om het te vieren. Maar wel fijn dat we het kunnen vieren. En ik zou zeggen, hou vol. Niet alleen in deze coronacrisis, maar ook om de 100 jaar over 75 jaar te kunnen vieren. Geniet van dit moment en dank voor al jullie inzet die jullie doen om onze jongeren een perspectief te bieden, maar ook ze op te leiden en te vormen tot de leiders van de toekomst. Van harte gefeliciteerd. En dat je je verjaardag dan moet vieren in deze tijden, in deze coronatijden, dat maakt het natuurlijk wel extra mooi, maar ook wel heel erg vervelend. We moeten met z'n allen op afstand blijven, ook bij deze viering. En ik wil jullie via deze weg alle studenten en alle docenten, alle medewerkers van de hogeschool ook heel veel succes wensen en om vol te houden. Er komt absoluut een mooier en betere tijd en dan drinken we nog een glas op. Ja, Bo. En Bo, voor de zekerheid, Bo is oud-student van Han. En hij zal gedurende de hele middag gaat die muziek verzorgen. Commerciële economie, hè, heb je gedaan? Zeker. Commerciële economie. Goed, we gaan naar het nu. Hoe is het om student te zijn aan de Han? En daarvoor nu aangeschoven Maaike Krom en Meike Geurtsen. Sorry. Hoe krijgt voor elkaar, je hebt 37.000 studenten en je hebt Maaike en Meike aan tafel. Maar in ieder geval beide studenten aan de Han. En ook aanwezig is Bridget Kiewitz van het college van bestuur van de Han. Als ik met jou mag beginnen, Maaike, waarom heb je gekozen voor de Han? Nou ja, ik was op zoek naar echt gewoon een hogeschool waar ik me echt gewoon gelijk thuis zou voelen. Okay. En toen ik kwam kapitel 35, dat is een toonaangevend gebouw natuurlijk. Helemaal mooi, nieuw, innovatief. Ja, ik ken het, schitterend. Ja, en ja, eigenlijk toen ik daar binnenkwam, toen dacht ik gelijk van okay, ik voel mij hier zo thuis. Maakte dat je thuis voelde? Het was een heel open gebouw. En ik ben zelf ook wel redelijk open, dat weten mijn vrienden. Ja, dat trok mij heel erg aan. En ik dacht, ja, dit hier ga ik studeren. Mm. Dit is het. En voor jou, Meike, wat was de reden om naar de Han te gaan? Nou, dat waren eigenlijk was wel een combinatie van verschillende dingen. Ten eerste staat de opleiding die ik wilde doen, fysiotherapie. Nou, toch wel een beetje bovenaan als je kijkt in het lijstje. Dus dat was wel... Qua aanzien? Ja, qua aanzien. Staat goed aangeschreven, de handfysiotherapie. Maar ook toen ik daar inderdaad kwam, was het combinatie van sfeer, mentaliteit. Maar ook de faciliteiten. Echt gewoon de rust om bijvoorbeeld wel naar in ons geval een sportzaaltje te kunnen. Of een bepaalde test te kunnen afnemen en dat ook te leren. Dat was wel echt het verschil voor mij. Wat lijkt me zo lastig. Kijk, je weet wat je wil studeren. In jouw geval fysiotherapie. In jouw geval? Geschiedenis. Docentgeschiedenis. Nou. Maar dan moet je nog ernaartoe, het curriculum moet je nog volgen. Dus het gaat meer om een gevoel. Hoe oriënteer je? Hoe heb je het gedaan? Nou, voor mij was dat bij geschiedenis wel grappig. Want ik wist zeker aan het einde van mijn middelbare school, ik word docent Engels. En... Dus daarom ga ik geschiedenis studeren? Ja, nou, ik kwam op de matching en ik leerde de mensen daar een beetje kennen. En ik dacht van, ik voel mij niet hier helemaal tussenpassen. Dat thuisgevoel toen ik binnenkwam in dat gebouw, dat had ik niet meer zo erg. En ik vond geschiedenis altijd leuk. En toen dacht ik, ja, laat ik toch maar 30 april, laatste dag, heb ik me ingeschreven voor geschiedenis. En ik kwam op die matching en ik dacht, ja, dit zijn precies mensen zoals ik ben. Hartstikke leuk, vol met humor. En toen ben ik toch geschiedenis gaan kiezen. En met heel veel succes. Hm. Ja. En jij wist gewoon sowieso fysiotherapie en aanzien. En dat wil ik gewoon worden, fysiotherapeut. Ja, ik heb toch wel even getwijfeld. Maar eigenlijk toen ik... Tussen wat en wat? Voeding en diëtetiek stond op het lijstje. Ergotherapie, toegepaste psychologie. Maar ik ben eigenlijk gewoon inderdaad die open dagen afgegaan. En het is ook binnen de hand naar die opleidingen gekeken. En toen dacht ik bij fysiotherapie, ja, nee. Volgens mij moet het fysiotherapie worden. En... maar wel inderdaad ook naar verschillende hogescholen geweest. En Bridget, als je dit zo hoort hè, van Maaike en Meike, wat haal je eruit als lid van het college van bestuur? Want je hoort heel veel dingen, denk ik. Ja, precies. En wat ik geweldig vind om te horen is dat we bij de Han hebben we in ons instellingsplan een heel belangrijk thema is de student beter gekend, gezien en gehoord. Hè, okay. Dat is een ongelooflijk belangrijk aspect. Nou zeggen natuurlijk alle hogescholen dat, hè, die willen natuurlijk allemaal dat de student goed gekend, gezien en gehoord is. Maar wat ik zo geweldig vind aan de Han is dat het ons ook lukt. Het lukt ons om hè, bij die 37
30.000 studenten die we hebben. Wat Rob net ook al zei, ongelooflijk groot aantal. Lukt het ons toch, de docenten en alle medewerkers, om kleine gemeenschappen te creëren, waardoor studenten dus toch het gevoel hebben dat ze niet ten onder gaan aan een grote onderwijsfabriek, maar dat ze echt ergens bij horen. Dus dat vind ik ontzettend leuk om te horen. Heb je als lid van het college van bestuur ook direct contact met studenten, of is het meer bestuurlijk op afstand? Nou, dat is wel altijd een uitdaging. Ik vind het enorm leuk om dat contact te hebben, maar dat is best ingewikkeld, want je staat natuurlijk op een grote afstand. Hè, 4.000 medewerkers, zoveel studenten. Het contact dat we hebben is bijvoorbeeld in de medezeggenschapsraad. Maaike zit in de medezeggenschapsraad, dus daarom kennen wij elkaar ook vrij goed. Ja. We proberen natuurlijk ook wel bij academisch langs te gaan en ook met studenten kennis te maken en gesprekken te voeren. We voeren één keer per jaar een gesprek met alle studieverenigingen, de voorzitters van alle studie- en studentenverenigingen. Dat is een ongelooflijk leuke manier om ook in contact met studenten te komen en om hen ook een beetje een beeld te geven. Wat is het nou eigenlijk zo'n bestuur? Wat doet zo'n bestuur nou? Want dat staat voor meeste studenten ook heel ver van ze af. Dus dat is je gaan aanspreken. Je wil niet alleen maar studeren, je wil ook betrokken zijn dus bij wat je doet. Ja. Waarom vind je dat belangrijk? Ik vind het heel belangrijk. Kijk, ik studeer ergens en ik wil niet het gevoel hebben dat ik daar niks aan die plek heb toegevoegd. En dat is ook waarom ik terecht ben gekomen in heel veel dingen. En dat is ook vrijwel erg op eigen initiatief. Maar het belangrijkste voor mij is, ik heb in mijn studietijd wat toegevoegd, wat ook belangrijk is voor een ander. Je maakt me wel nieuwsgierig, hè? Je zegt heel veel dingen. Wat doe je? Dus medezeggenschapsraad, wat nog meer? Ik ben momenteel ook bestuur bij de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie. Ik ben raad van advies bij HBO medezeggenschap. Ik ben ook nog actief bij de vakbond. Ja, en dat was het dan. En tussendoor studeer je? Ja, ik heb dit jaar toevallig een tussenjaar, want ik dacht, ik heb nu zoveel kansen gecreëerd voor mezelf. Ik wil van dit moment genieten en ik wil die kansen pakken. Want ik werkte eerst ook nog bij de supermarkt in het weekend. Want als je het druk wil hebben. Even voor de zekerheid. Iedereen die kijkt nu en student is, dit is niet normaal. Dus zeg maar, dit is een beetje de abnormale, hele ijverige, goede student die dat echt alles eruit wil halen. Het hoeft niet per se. Het hoeft niet. Nee, het een goede student wil ik niet zeggen. Maar je blijft student namelijk. Ja. Maar ik raad iedereen aan om te kijken wat kan ik binnen de hogeschool doen. En ja... Nou, ik vind het mooi, want wij hadden, kan je gewoon zeggen, wij hadden afgelopen vrijdag hadden wij contact met elkaar bij de radio. Hè? Radio 1 heb ik een programma, heb ik jou geïnterviewd. Omdat in voorbereiding op dit programma, toen vertelde de Han mij dat er zoveel mensen, juist in coronatijd, ontzettend veel doen. Jij bent een van die mensen. Ja. Als fysiotherapeut, student. Dan werk je op de IC. Ja, dat klopt. Ja. Vertel even hoe jij op de IC terecht bent gekomen van de corona-afdeling van een ziekenhuis. Dat was eigenlijk een linkje met het Radboud UMC. Het staat eigenlijk buren van van de Han in Nijmegen. En een fysiotherapeut daar, die werkte als docentstagiair bij ons op de opleiding. Dus dat was een hele makkelijke, snelle verbinding eigenlijk. Ja. Dus zo is dat een klein beetje volgens mij ontstaan. Mm. En zijn er dus studenten gevraagd om aan de overkant te gaan helpen. Maar hou je genoeg tijd over om uiteindelijk ook gewoon te studeren nu? Want je hebt minder colleges natuurlijk. Je kan niet fysiek aanwezig zijn. Jullie allebei niet trouwens, of wij nauwelijks. Maar heeft dat invloed op hoe je leert? Het heeft invloed op hoe je leert, maar ik leer niet minder. In die zin dat ik sta nu gewoon letterlijk met beide benen soms in de praktijk. En daar leer je zoveel meer soms dan op school. Wat is de grootste uitdaging in deze tijd? Om te studeren? Ja. Ik denk met z'n allen erop letten dat het goed blijft gaan met iedereen. Omdat je zoveel minder contact hebt. En dan gaat het met mij goed. Maar sommige studenten hebben meer moeite mee om op afstand te leren. Hoe merk je dat? Dat ze het bijvoorbeeld lastig vinden om zich ergens toe te zetten. En als je dan met z'n allen maar een afspraak maakt, ook al is het online, tien uur gaan we met z'n allen bellen. Okay. En dan gaan we dat en dat doornemen. Dan raakt iedereen iets meer gemotiveerd en hou je de betrokkenheid. Herken jij dat ook? Ja, heel erg. Ik ben zelf misschien een van die studenten die soms heeft van, ik vind het heel zwaar, want je zit thuis op je kamer. En ik ga zelf dan af en toe op de Han zitten om te studeren. Ja. En je merkt gewoon, ik doe het nu in mijn eentje. En voor mij is dat bijvoorbeeld echt een sociaal proces, studeren. Ik vind het gewoon heel fijn om samen iets te doen. Dus dat maakt het wel lastiger.
En wat is de grootste uitdaging nu, Bridget, nu in deze tijd voor jullie als bestuur? Nou ja, precies dit, denk ik. Hè. Je vroeg net aan Rob, van wat heeft deze crisis ons geleerd? Wat het in ieder geval heeft geleerd, is dat digitaal onderwijs gaat nooit de plek innemen van het individuele contact. Hè. Dat horen we ook van zoveel studenten. Wat ik inderdaad geweldig vind, dat vind ik ook het geweldige aan het hbo. Hè. We staan echt met één been in de beroepspraktijk. Dus niet alleen wat Meike doet, maar ook hè, studenten van de verpleegkundeafdeling die ook op de IC's werken, PABO-studenten, die het onderwijs ook ingaan om ouders en docenten of de scholen te helpen. Dus dat is ongelooflijk mooi. Mm. Wat de ingewikkeldheid is hoe houden we het vol met elkaar? En hoe leren we, ik denk ook vooral studenten, omgaan met onzekerheid? Want heel lang wisten we natuurlijk niet hoe dit ging lopen. We weten het nog steeds niet helemaal. Dus de studenten die in een studietijd zitten, die ook leuk zou moeten zijn en nu geconfronteerd worden met alles wat niet kan. Hoe doe je dat? Hoe ga je daarmee om? Hoe houden wij ook als school contact met die studenten? Want we weten wat we weten, maar we weten natuurlijk niet welke studenten er een beetje ook uit zicht raken. En dan natuurlijk ook de medewerkers. Hoe houden die het vol? Hè? Met thuis hun kinderen die ze ook moeten thuis onderwijzen en tegelijkertijd ook allerlei lessen moeten verzorgen. Dus ook tegen mensen af en toe zeggen, doe even wat minder. Daar maak je dan wel een slecht voorbeeld van nu. Ja, maar gewoon af en toe ook even iets minder doen. Genoegen nemen met iets minder. Dat is ook wel een belangrijke opgave voor ons nu. Nou, straks gaan we met de vader aan de tafel verder praten. En dan kijken we ook naar een boodschap van minister van Engelshoven. Maar eerst, Bo. Beste medewerkers en studenten van de HAN, van harte gefeliciteerd met jullie 25-jarig jubileum. En toch een beetje gek om zo'n jubileum, zo'n belangrijke verjaardag, online te moeten vieren. Maar het is even niet anders. En toch goed om daar ook online bij stil te staan. Want het zijn bijzondere tijden. En juist nu is het goed om momenten te vinden om met elkaar te verbinden. En het is voor jullie een lastige tijd. Voor docenten. Maar ik kijk met bewondering naar jullie veerkracht, jullie innovatie, jullie aanpassingsvermogen. Want nog steeds gaat er, ondanks de moeilijke omstandigheden, gewoon heel veel goed. En ik kijk ook met bewondering naar studenten. Want zeker deze tijd is niet makkelijk voor jonge mensen, voor studenten. Jullie hebben last van heel veel beperkingen, terwijl juist dit de tijd moet zijn waarin je geniet van de vrijheid in het leven. Maar jullie houden vol en heel veel van jullie halen ook nog gewoon goede resultaten. Dus chapeau daarvoor, ook jullie gefeliciteerd. En ik hoop dat we met elkaar snel weer een moment krijgen waar ik bij jullie op de hand toch nog even stil kan staan bij deze verjaardag in dit jaar. Maar voor nu, vier deze verjaardag, sta erbij stil en kijk vooral naar elkaar om. Ja, en dat we allemaal ervaren hoe lastig het is om echt in verbinding te blijven met elkaar in deze tijden. Leek het ons belangrijk om tijdens deze live-uitzending elkaars aanwezigheid ook zoveel mogelijk te zien. Dus weer tijd om over te schakelen naar Arnhem. Michelle en Sohal, hebben jullie net ook al even gezien. Hè? Jullie gaan voor ons vragen van de kijkers verzamelen. Zijn er al vragen binnengekomen? Ja, zeker. De kijkers doen echt lekker mee en de eerste vragen zijn net binnengekomen. De vraag die we hebben uitgekozen is aan Bridget. Wat doet de HAN om studenten te helpen ontwikkelen tot wereldburgers? We zijn benieuwd naar het antwoord en ook wat de studenten hiervan vinden. Nou, een hele leuke vraag. De HAN heeft naast het kwalificeren en socialiseren en vak leren aan studenten, is natuurlijk ook het onderwerp wereldburgerschap een heel belangrijke. Wat we dan ook wel bildung noemen. En ik denk dat een van de dingen die we de afgelopen weken ook hebben gezien is hoe ongelooflijk belangrijk het is dat studenten meer meekrijgen dan alleen het vak. Dat vak is belangrijk. Maar ook hoe je omgaat met de thema's als fake news of
Wat is waarheid? Hoe ga je om met meerdere waarheden die naast elkaar kunnen bestaan? Dat is een ongelooflijk belangrijke onderdeel. Daar besteden we eigenlijk in alle curricula ook aandacht aan. En ik vind dat een van de allerbelangrijkste dingen. Want we zijn natuurlijk als HBO, je bent de ene hoogste opleiding die je in het land kunt doen. En een van de dingen die je dus mensen ook mee moet geven is, hoe bereiden wij ons voor op een toekomst die er misschien wel heel anders uitziet dan waar we nu in staan? En hoe gaan we die ook mee de vorm geven? Meike? Nou, komende week is het International Week. En dat soort dingetjes zorgen er wel voor dat je ook buiten de landsgrenzen andere mensen leert kennen. En daar gaan altijd ook andere perspectieven mee gepaard. Dus ik weet dat binnen de opleiding fysiotherapie dan vruchtbare grond is om ook andere dingen in het buitenland te kunnen doen. Of met andere mensen. Maaike, de rol van beelddoen? Ja, nou, mijn opleiding is erop gericht om mensen op dan leerlingen wereldburger voorbereid te maken. En dat is dus eigenlijk wel gewoon een leidraad door mijn opleiding heen. Dat hoort er gewoon bij. Dus ja, dat wereldburgerschap, dat krijgen we zeker aangeleerd. Michel en Sohaal, jullie? Dan hebben we misschien nog wel een vraagje voor iemand aan tafel. Wat doen jullie op de HAN om studenten te leren omgaan met onzekerheid in deze coronatijd? Het is net al een beetje beantwoord, maar we zijn toch benieuwd naar het antwoord. Nou, ik denk dat ik hem misschien maar weer neem. Hè. Dan kunnen misschien Maaike en Maaike mij wel aanvullen. Ik denk ook dat, hè, waar we het net over hadden, dat een van de moeilijkste dingen is om mee om te gaan, zeker in deze tijd. En ja, wat je doet is denk ik toch ook het goede voorbeeld geven. Ik zie dat bij heel veel van onze docenten en ook onze de SLB'ers, de studieloopbaanbegeleiders, dat je daar het gesprek met elkaar over voert. Dat er niet altijd één antwoord is, dat er soms ook dilemma's zijn, maar niet altijd ook één uitweg de beste is. En daar vooral eigenlijk het gesprek met elkaar aangaan. En dat klinkt misschien een beetje makkelijk en tegelijkertijd is dat ook eigenlijk het enige wat je in deze tijd kunt doen en met elkaar onderzoeken welke oplossingen er zijn. Maar ik ben ook wel benieuwd, want dat is ook een gesprek wat we wel vaak met studenten hebben. Hè? Hoe doen we dat en hoe gaan jullie daar zelf mee om? Nou. Ja, ik ben toevallig ook nog bestuur bij een studievereniging, Pontifex. Was ik net even vergeten, sorry. Hoe kan je die vergeten? Ja, dat is echt een van de allerleukste dingen die ik heb gedaan ook. Ik schoot niet te binnen net, sorry. Ja, geeft niet. Het is meer voor mijn medebestuurders. Ja. Maar ik merk juist dat we, juist doordat je bij een vereniging zit, dat je juist dichter bij elkaar komt. Want je hebt datzelfde gevoel met z'n allen van, we voelen ons alleen, het is vervelend. En gelukkig heb ik een hele, hele, hele lieve SLB'er. Ik heb aangegeven dat het wat slechter ging. En toen heeft zij gezegd, ik ga jou elke week een uurtje bellen. En dan gaan we even praten hoe het gaat met je studie. En dat helpt? Het helpt echt heel goed. En daar ben ik er zo. Weet je wat ik mooi vind van jou? Ja. Je bent heel, een hele mooie. Nee, maar even, ik ben serieus. Je bent heel mooi open. Ja. Want juist door jouw kwetsbaarheid bereik je andere studenten. En het kost je geen moeite, je bent zo. Ja. Ik ken je niet, maar toch denk je dat je zo bent. Klopt dat? Nee, dat klopt ook wel. Maar ik denk dat het ook heel erg belangrijk is om te laten zien dat dat oké is. Het is oké om te zeggen, het gaat niet lekker. En dat is juist iets waar andere studenten denk ik heel veel moeite mee kunnen hebben. Want het is toch wel een bepaalde manier zwakte. Want ja, je wordt volwassen nu en je bent aan het studeren om straks te kunnen werken. En juist die kwetsbaarheid is juist nu zo belangrijk. Want we hoeven niet allemaal te doen alsof het goed gaat. Maar er zijn twee mooie tips. Hè? Je zegt, sluit je aan bij een vereniging. En twee, wees kwetsbaar als het kan. Ja, absoluut. Nog tot slot een nou, misschien een toevoeging eraan. Er is ook gewoon heel veel onzekerheid. Dus misschien is het soms belangrijk om daarmee te leren omgaan. En kunnen accepteren, ja, we weten het ook allemaal niet. En er is geen één antwoord. Maar dat je wel leert om daarin terug te navigeren, als het ware. Dank je wel. Mooie vragen van Michel en Sohaal. En straks dan schakelen we nog een keertje terug naar Arnhem. Maar nu eerst Bo. Sinds mijn Ibiza, New York, mijn Amerika staat in ver weg. Sinds mijn Rome, L.A., sinds mijn USA, zij is mijn plek. Sinds goud in zilver, mijn hart steeds wilder. Zes edelsteen om een kroonjuweel. Ze is zoet, zacht, sensueel. Ze is mijn Ibiza, New York, mijn Amerika, stout in ver weg. Ze is mijn Rome, L.A., ze is mijn USA, zij is mijn plek. Ze is een rum-cola.
la, da di da di da, fun fata, da di da di da, chardonnay, hey, 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 sie ist zoet, zacht, sensueel. Ik vind het leuk om, ik weet, jullie kunnen niet allemaal zien, maar ik kan dus ook meekijken naar een scherm waar jullie thuis zitten. En ik zie een aantal mensen eten, applaudisseren, ik zie ze meezwaaien, ik zie V-tekens. Dus er wordt in ieder geval interactief gekeken en geluisterd. En het, de muziek, ja, doe maar, kom, doe allemaal die V, ja, even deze. Ja, kijk, zie je? Ja, ja, precies. Nou, kijk, zie je, dat is wel mooi om te zien. En Bo, jij wordt ook gewaardeerd, want ik zie een aantal mensen net applaudisseren op afstand. Dus dat is ook wel mooi om te zien. Goed. Belangrijk bij de HAN is het verbinden van mensen en kennis. Enthousiaste studenten van verschillende opleidingen werken aan de HAN Solar Boat, de Photon. En dat is een boot die op zonne-energie vaart en waarmee wordt deelgenomen aan nationale en internationale races, over beelddoen gesproken. Nou, elke stageperiode werkt er weer een nieuw team aan de HAN Solar Boat. Het is een mooi voorbeeld van hoe het onderwijs bij de HAN verweven is met de beroepspraktijk. Werken in de driehoek wordt dat genoemd bij de HAN. En daar ga ik het over hebben. En ik ga praten met Meike. Ze is blijven zitten. Je hebt er net iets over gezegd, Meike. Docent fysiotherapie is ook hier. Joost van Wiegen, ook welkom. En daarbij ook aan tafel Christine Lokman, programmamanager Sustainability, Energy and Environment. Sustainable Energy. Sustainable Energy Environment. Oh, ja. Bijna goed. En Rob Verhofstadt, eindbaas. Dat is veel makkelijker. Ja. Christine, het is niet zo goed om misschien te zeggen over die driehoek. Ik denk, de meesten zullen het wel weten, maar toch. Wat is die driehoek precies? Ja, nou, die driehoek is heel belangrijk. En het is wel grappig om te zien wat er in de afgelopen jaren veranderd is. Want ik werk al bijna 17,5 jaar bij de HAN. En toen ik daar kwam, hadden we natuurlijk ook contact met dat werkveld, het bedrijfsleven, organisaties. Maar dat ging langs twee sporen. Dus ofwel van onderwijs via stages en afstuderen naar dat werkveld, ofwel vanuit onderzoek, wat toen net in de kinderschoenen stond, ja. Praktijkgericht onderzoek, door innovaties te doen voor bedrijven aan praktijkgericht onderzoek. En wat je nu ziet is dat die twee sporen veel dichter bij elkaar zijn gekomen en eigenlijk een driehoek vormen. Dus we werken veel meer samen in de driehoek van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. En wat is het belangrijkste doel om het dichter bij elkaar te brengen? Ja, dat is heel belangrijk omdat de ontwikkelingen zo enorm snel gaan er ook veel meer multidisciplinair samengewerkt moet worden. Je moet heel dicht op die beroepspraktijk zitten om te weten waar wij onze studenten voorop moeten gaan leiden. En het mes snijdt aan verschillende kanten. Voor het onderwijs is het belangrijk om dus inderdaad die kennis in huis te halen. Wat leeft er nou in die beroepspraktijk? Ja. Voor die beroepspraktijk is het belangrijk, want er is een enorm gebrek aan goede mensen. Dus die zitten gelijk vooraan voor eventueel meteen de goede eruit pikken. Toekomstige medewerkers. En bovendien kunnen ze ook invloed uitoefenen op het onderwijs. En voor het onderzoek is het van belang om inderdaad tegelijkertijd innovaties met die beroepspraktijk te gaan doen. En die koppelen dat ondertussen ook weer terug richting het onderwijs. Dus is het voor iedereen een winsituatie. 1+1 wordt dan 3. Ja, hoe is het bij jullie 3 bij fysiotherapie, Joost? Ook wat we steeds meer merken is dat er zoveel vraagstukken in de maatschappij zitten, dat je probeert te kijken van, je wordt geen fysiotherapeut in het niks, in een vacuüm. Je probeert dat in de maatschappij, in de samenleving, zowel lokaal als globaal nou neer te zetten. Ja, dat was ook een van de dingen die we naast merkten in de coronaperiode, dat fysiotherapeuten, hoe worden ze gezien? We hebben natuurlijk een heel belangrijk deel gewoon in preventie met elkaar, om te zorgen dat we de fysieke en mentale gezondheid kunnen verbeteren en gelijk kunnen houden. Dus dat we daarmee proberen te reageren. En dat zijn we gaan doen. Maar jullie zijn er wel flexibel ook. Want als je in coronatijd, ik bedoel, jij zegt er net iets bescheidens over het feit dat je werkt bij IC met coronapatiënten, maar je draait ze om. Maar dat je als fysiotherapieopleiding studenten inzet, die kunnen zich aanmelden, hebben ze het vrijwillig gedaan, 15 in totaal, die dan op een IC-afdeling gaan helpen van een zeer besmettelijke ziekte en meteen met de patiënt. Wat zijn de overwegingen geweest van jullie? Zeggen van, oké, dat is een goed idee. In de eerste plaats is dat wij hebben een maatschappelijke opdracht. Wij moeten van meerwaarde zijn voor de maatschappij. Dus ja. We hebben een soort zorgzaamheid. En ik denk dat zorgzaamheid zit ook wel bij ons in de opleiding, toch? Ja. Voor werk. Ja. Dus dat is wel een belangrijk puntje.
En op een gegeven moment ga je ook kijken van als hier de noodzaak in zit, je kan niet studenten opdracht geven, je moet daar werken, maar je geeft de risico's zo open mogelijk. Er zit geen winst in, je krijgt geen studiepunten, je krijgt geen geld. Het is gewoon, wil je dit? Dit is een kans om van meerwaarde te zijn. En dan heb je een groepje van 15 die dan in de IC werken. En er is een groep daarachter die wel die ervaringen meekrijgt. Dus die wel meehoren van wat het is, dan is vanuit de tweede orde. Maar ze krijgen wel die ervaringen mee. En ze leren ook op dat moment welke vraagstukken er op die IC zitten, op een veel vroeger stadium. Dan zit altijd het idee van, ja, mogen studenten dan patiënten al zien? Zijn het nou studenten of zijn het aankomend collega? Ja. Voor ons, voor mij, ik ben fysiotherapeut, Maaike is het bijna. Ja, als we nog over 2,5 jaar, dat is bijna niks. In de tijd dat we fysiotherapeut zijn, toch? Dan kunnen we net zo goed, als we hierop verder gaan. Hij is ook een coach, hè? Dat hoor ik. Hè? Ja. Hij coacht jou. Ja. Hij geeft je zelfvertrouwen, heel goed. Ja. Maar hoe meer je, hoe eerder jij die patiënt ziet, en als je weet wat, wanneer is het veilig, dus je gaat die veiligheid van die andere mens, staat altijd centraal. Maar vanaf dat moment kan je wel aan de gang. Ja. En heb jij twijfels gehad, Maaike? Je hebt je aangemeld, met jou nog 14 anderen. Heb je ergens twijfel gehad van hoe? IC, corona? Hoe? Zeker. Ja, dat is geen beslissing die je even 1, 2, 3 maakt. En we zijn daar ook wel, denk ik, met z'n allen heel open over geweest. In de klas van, oké, hoe ziet dat er überhaupt uit? Wat moeten we dan gaan doen? Ja. Ik heb volgens mij zelfs nog de vraag gesteld, oké, maar hoeveel procent op de IC overleeft het niet? Ik wil dat weten, dan weet ik wat me te wachten staat. Oké, dat is ongeveer een derde. Oké, maar dan zeg ik niet meteen dat ik het ga doen. Ook niet dat ik het niet ga doen, maar ik wil het wel weten. Dat geeft beeld. En dan ben je op de IC. Ja. En dan heb je je beschermende kleding aan. En hoe gaat dan zo'n dag? Wat doe je dan? Nou, dan loop je zo'n cohort binnen. Dus dan gaat de deur open. En dan vraag je eigenlijk gewoon aan de dichtstbijzijnde IC-verpleegkundige, kunnen wij wat doen? Kunnen wij helpen om iemand te draaien? En dat gaat dan vaak over het draaien van het hoofd. Dus mensen liggen al in buik. Op hun buik, hè? Ja. Ze liggen al op hun buik. En dan, ja, dat noemen ze dan de Superman-houding. Dat klinkt misschien een beetje gek. Maar één arm omhoog, die ligt in een vuist. En ook het been zit dan wat gebogen. En aan de andere kant is het juist eigenlijk allemaal een beetje gestrekt. Waarom is dat? Ook wel een deel om een beetje stijfheid te voorkomen. Want ja, dat zijn weer van die dingetjes die je niet meteen ziet. Maar ook in de gewrichten gebeurt wat bij sommige covid-patiënten. Dus een soort extra bot aanmaak, waardoor de stijfheid ontstaat. Dus sommige mensen kunnen na zo'n IC-opname, als ze eruit kunnen, hun schouder niet meer verder dan dit krijgen. Dus we proberen dat een beetje te voorkomen door ook daar toch wat, ja, de nuance in te zoeken. Ook al liggen ze op hun bank. Hoe lang doe je dit dan nu al? November gestart. Dus, en hoe vaak per week? Twee keer per week. Maar het is een beetje af en aan met hoe vol het ligt. En hoe lang ga je dit nog doen? Zolang het nodig is. En hoe lang is het nog nodig, denk je? Ja, ik weet het niet. Ik heb geen glazen bol. Maar als die Britse variant er nog overheen komt, dan duurt het denk maar ik. Maar dit is wel wat je zegt, driehoek, praktijk. En dan ook nog eens een praktijk waar je niet voor bent opgeleid. Het is echt wel contact met patiënten en ook nog meteen de gevarenzone. Je bent wel meteen wap in het diepe gegooid. Ja, maar goed, ja. We hebben van tevoren wel een training gehad. Het is natuurlijk in één keer Nee, maar dat is wel mooi om te zien. Nou, het zal je niet verbazen dat de coronacrisis ervoor heeft gezorgd dat ook andere studenten, bijvoorbeeld studenten verpleegkunde, vanuit hun aankomende expertise al een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Zo helpt nu een groot deel van de handstudenten verpleegkunde mee bij het vaccineren. In samenwerking met de GGD hebben wij een GGD-vaccinatieproject opgezet, waarbij we studenten gaan scholen om een bijdrage te kunnen leveren in de vaccinatiecampagne. En daar hebben zich nu bijna alweer 1000 studenten, hoorde ik net, voor aangemeld. Dus de interesse is heel groot. Waar ga je dat vaccin op checken? Heel veel studenten reageren heel enthousiast met, nou kan ik eindelijk wat doen. Ik heb nog niet zoveel praktijkervaring, maar ik wil graag meer ervaring opdoen in sowieso het contact aangaan met mensen, maar ook een handeling uit kunnen voeren en daar heel bedreven in raken. Ja? Vragen? Ik wilde gewoon heel graag meedoen om een bijdrage te leveren ook aan hulp bij het vaccineren. Het is toch een ervaring die ik meeneem voor later. Ik weet niet of ik dit ooit nog in mijn leven meegemaak, ik hoop het niet. Dus ja, dat maakt het sowieso denk ik bijzonder. Daarnaast is het heel fijn in een tijd waarin eigenlijk alle praktijklessen zijn afgeschaft, dat ik hier toch nog de kans heb om een praktijkles te volgen. Ik heb wel het idee dat ik klaar ben voor de praktijk. Wat hier gebeurt is eigenlijk vrijwel hetzelfde als in het echt. Alleen is het dan met een echte huid en een echt persoon in plaats van gewoon een stukje nephuid. Ik ben ook wel benieuwd hoe dat eraan toe gaat, zo'n vaccinatieproject. Het is toch een bijzondere tijd, dus ja, dat leek me een leuke kans. Ik kwam hier op de Han direct na de middelbare school. En je bent eigenlijk meteen heel welkom.
je hebt een goede inleiding, je wordt eigenlijk meteen in het diepe gegooid met praktijklessen. Ja, ik denk de faciliteiten zijn goed. De uitleg is altijd helder, ze staan altijd voor je klaar. Ik vind vooral de sfeer heel erg leuk. Als je hier binnenkomt, dan voel je meteen al aangesproken om hier te gaan studeren. En daarom heb ik hier ook voor gekozen. Studenten worden hier opgeleid als maatschappelijk geëngageerde mensen. Ik denk dat studenten op deze manier dat ook heel erg meekrijgen en uitdragen. En dat dat het heel speciaal maakt om dat op deze manier te kunnen doen. Ik vind het echt ongelooflijk dat er 1000 verpleegkundestudenten hebben gezegd, ja, dat wil ik. Er zijn in totaal 2100 verpleegkundestudenten aan de hand. Ja, zoiets. Wat betekent dat? Als jij daarnaar kijkt als... Ik heb het eerst ook nog nagevraagd van, klopt het getal? Ja. Want het is inderdaad een oproep gedaan en dan gebeurt er dit. Dus het is ook, als we het over de driehoek hebben, dan kunnen we daar hele theoretische, abstracte verhalen van houden waarom het belangrijk is. En dat zijn belangrijke verhalen. Maar tegelijkertijd is het dus ook zo praktisch. Zoals we net voorbeelden in het filmpje zagen, maar ook het voorbeeld wat we hoorden van fysiotherapie. En zo zijn er nog ontzettend veel voorbeelden te noemen, waarbij het echt iets is waarbij mensen inderdaad ook zeggen, maatschappelijk geëngageerd werd gezegd door een docent. Mm. En dat is volgens mij ook wel een drijfveer. Dat doen die studenten die zich dan melden, ja, niet omdat ze daar zelf beter van worden of omdat ze daar zelf op uit zijn, maar dat doen ze ook vanuit maatschappelijk engagement. Maar jullie hebben ook een maatschappelijke kracht, hè? Want we hebben deze week gezien hoe over jongeren in het algemeen gesproken wordt. Ja. En dan zit jij thuis op de bank, dat geldt ook voor jullie trouwens, voor jou ook. Dan zit je te zeggen, nou, ik weet het niet. Misschien moet je even bij de hand komen kijken. Want bij ons heb je de 1000 die willen vaccineren. Je hebt hier een aantal fysiotherapeuten die willen omdraaien. En zo hebben we nog heel veel andere studenten die van alles willen doen. Het is net wat genuanceerder. Nou, genuanceerder en ook die voorbeelden. Want nou ja, als je me nog enigszins geagiteerd wil krijgen, dan zijn dit soort voorbeelden. Ja. Waarbij inderdaad ongenuanceerd op basis van incidenten ooit komt men dan tot conclusies zoals je net die beschreef. En daartegenover staan zo ontzettend veel meer van dit soort voorbeelden. Want de voorbeelden die we nu hebben gezien, het was in de redactie voor wat je in een uur kunt doen, was het eigenlijk vooral ingewikkeld. Hoe maken we daar een keuze in? Dus we hoeven het echt niet met een lampje te zoeken. Dit is gelukkig een voorbeeld van vele mooie driehoeken die jullie hebben hier in bij de Haan. En ik wil ook nog wel eventjes toevoegen het multidisciplinaire. Want ik zit zelf aan de kant van de energietransitie, zeg maar. Hè? Ja. En dat is ook een enorme uitdaging. En het gaat niet alleen maar om techniek. Zo doen wij samen met de gemeente Arnhem een project. En het gaat niet alleen om hoe krijg je nou al die huizen in een wijk van het gas af. Maar het gaat er ook om hoe beweeg je mensen ertoe om dat te gaan doen en te gaan willen. Kan iedereen het betalen? Dus er zit een sociaal aspect aan, een economisch aspect, van alles en nog een technisch aspect. Ja. En zo brengen wij zowel de studenten, de docenten, onderzoekers, zo'n gemeente met bedrijfsleven bij elkaar om daaraan te werken. Ja, precies, daar wel een vraag over. Want je weet, wij hebben 2 studenten staan in Arnhem. Hans staat midden in de samenleving. Medewerkers, dus jullie collega's, jullie docenten gaan praten, schakelen. We nu naar Arnhem. Ik weet niet of er vragen binnen zijn gekomen. Ik denk het wel, Michelle en Sohal, want... Ja, er stromen echt heel veel vragen binnen. En we hebben even gekeken. En we hebben er een paar uitgekozen. Hier is de eerste. De vraag is aan Rob. Er zitten namelijk vast medewerkers te kijken met kinderen die op de basisschool zitten. En er is ook een initiatief dat PABO-studenten helpen met thuisonderwijs. Kunnen deze medewerkers dan ook ondersteuning krijgen bij het thuisonderwijs van die PABO-studenten? En zo ja, hoe? Ja, nou, dat is nog zo'n voorbeeld die ik net ook had kunnen noemen. Want inderdaad, het is ook een initiatief vanuit de PABO-studenten om inderdaad ook te gaan kijken wat kunnen we doen om ouders bij te staan die het nu zo lastig hebben met de situatie op dit moment. Daar wordt aan gewerkt. Daar wordt aan gewerkt in Nijmegen, ook in Arnhem, ook met de gemeentelijke overheid. En de eerlijkheid gebiedt ook dat we ook weer gaan kijken naar de actualiteiten. Hè? Want vandaag gaat alweer het nieuws dat het weer snel gedaan is met de schoolsluiting. En dat is maar goed ook. Maar dat neemt niet weg dat het initiatief er is, dat de bereidheid er is en dat het denken over wat voor innovatie kun je doen, wat voor daadwerkelijke hulp kun je bieden, dat ook niet ophoudt. Okay. Dat is ook de driehoek. Dan hebben we nog een vraag aan Joost en dat is, je hebt zelf op de hand gezeten. Nu is het werk in de driehoek, binding met de beroepspraktijk, heel erg belangrijk. Hoe was dit in de tijd dat jij op de hand studeerde? Oh, dat is wel heel erg leuk. Ja, heel lang geleden, hè? Heel lang geleden. Het was net een van de voorlopers nog van de Han. Nog bijna Han was het. Uh, het, het,
Er waren veel van mijn collega's, van de docenten op dat moment, waren nog werkzaam in het werkveld. En die namen praktijkvoorbeelden mee. Dus we hebben op dat moment wel eens zo gehad dat we best wel vaak wat patiënten en dergelijke in de klas hebben gehad. Maar het was beduidend klassieker en minder vooruitstrevend, minder een maatschappelijke opdracht. Het was heel erg, fysiotherapie was gewoon een soort, je zat in een kamer, in het laboratorium en niet naar de buitenwereld. En je ziet nou dat we veel meer voorbereiden voor de complexiteit voor een samenleving. Dat je begint met, het is niet zeker, we moeten ons aan kunnen passen op hetgeen wat we niet verwachten. En daarin ook nog relaxed zijn. En dat is eigenlijk wel een heel erg grote omslag geworden. Okay. Heb je nog meer vragen, Michelle en Soal? Nee? Nee, dat waren de vragen vanuit onze kant. We zijn benieuwd hoe het verder gaat in de studio. Nou, dat kan ik je vertellen, want ik zit in de studio. Ik kan in ieder geval dankjewel tegen Christine zeggen en tegen Mike en tegen Joost. Rob zie ik straks nog later terug. En wie ook hier is, opnieuw, Bo. Let's begin with the end in. It's the end where we're allowed to begin. Once it starts, there's no way back. No way back to your original thing. Take your time to think, pick your time to fight. Seduce me to debate all night. Gotta work it out, safety. Got a good thing, is here to stay. Cause baby, I'm tired of giving good things up. Baby, I'm tired of giving good things up. Goed, ik praat verder met de medewerkers van Han. Hoe is het om bij Han te werken als docent? Aan tafel, Shani Mooiman, docent toegepaste psychologie. Sjoerd Timmermans is docent techniek. En Yvonne de Haan is ook lid van het college van bestuur. En we hebben een verleden, vertelde je me net. Is wel leuk om te zien. Ja. Even tussendoor. We hebben ooit samen gesolliciteerd als zomersteward. We zijn het beide niet geworden, bij de KLM. We zijn allebei afgewezen, maar we zijn toch nog goed terechtgekomen uiteindelijk. Zitten we weer. Ik wil bij jou beginnen, Yvonne. Als je het hebt over de Han bedrijfscultuur. Hoe zou je die beschrijven? Nou, dat is best lastig om een bedrijfscultuur te beschrijven van een organisatie die natuurlijk uit heel veel eenheden bestaat. Maar als ik nou toch de grote rode draad eruit beschrijf, dan is, en het is vanmiddag al een aantal keren langsgekomen, dan is het toch dat warme, dat behulpzame, dat omzien naar elkaar. Ik denk dat dat wel de rode draad is. En toch echt die grote betrokkenheid van het merendeel van de medewerkers die denkt, ik wil een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van studenten. Om ze klaar te maken op weg naar de beroepspraktijk. Ik denk dat dat wel, familiecultuur wordt wel eens genoemd. Maar dat zijn met name de facetten die ik ook heel erg terugzie bij onze medewerkers. Dus warm, familiecultuur, verbinding waarschijnlijk ook. Zijn dat elementen die jij kent als docent? Ja, heel erg, ja. Je zal nee zeggen nu. Dat zou ik nu niet kunnen maken. Dat zou wel heel mooi zijn om te zeggen, nou nee, helemaal niet. Nee. Ik herken het totaal niet. Nee, nee. Maar geef eens een voorbeeld. Ik zou het niet zeggen als het echt niet zo was. En hoe komt dat tot uiting bij jou als je daar kijkt? Ja, ik denk dat het gewoon een soort onderwijshart is wat gedragen wordt. Wat je heel erg voelt onderling. Er wordt zoveel energie gestoken om met z'n allen die studenten mooi onderwijs te geven. En ja, dat kan niet anders dan samen. Dus dat merk je heel erg. Dus in de overleggen, maar ook in de ideeën die we samen hebben. Alles wat we vormgeven samen is vanuit de visie om iets moois samen neer te zetten voor die studenten die in de toekomst dat werk gaat uitvoeren. Wat is toegepaste psychologie eigenlijk? Toegepaste psychologie? Ja, ik heb geen idee. Ja, dat is eigenlijk de psychologie. Ik denk dat heel veel mensen die kijken weten het ook niet. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Het gaat over het gedrag van mensen. Ja. Zowel het beoordelen van het gedrag als beïnvloeden van gedrag. En hoe kan ik nou bekijken waarom iemand iets doet en hoe kan ik daar invloed op uitoefenen zodat het een positieve kant op gaat eigenlijk. En waarom spreekt jou dat zo aan, dat je er uiteindelijk zelf docent in bent geworden? Dat is niet de reden waarom ik docent ben geworden. Ik heb deze opleiding zelf gedaan. Dat docent zijn, dat kwam op mijn pad. Maar ik merk wel dat die toegepaste psychologie ook terugkomt in wat ik doe als docent. Maar je bent nog steeds wel die toegepaste psycholoog. Hoe lang ben je al docent? Nu, dit is mijn vijfde jaar. Ben je al 5 jaar docent? Ja, ik loop nu bijna 10 jaar op de Han.
Ik denk dat heel veel mensen nog denken van, moet jij niet naar je klas? Ja. Krijg je vaak te horen, denk ik, of niet? Ja, nou, net werd er ook weer gevraagd van, nou, ben je student of docent? Ja. Wauw. En bij de techniek, als je die warmte en dat familiegevoel bij techniek zou moeten omschrijven, hoe zie je het er in de praktijk uit? Ja, techniek en warmte is misschien dan even... Ja, nee, daarom vraag ik het. Ja, ik denk dat de recente beweging naar op afstand lesgeven wel een mooi beeld heeft opgeleverd. Waar je even uit de routine wordt gehaald en met elkaar moet gaan zoeken naar hoe gaan we dit nou fixen. Waarbij we misschien als techneuten een klein voorsprongetje hebben, omdat we die kabeltjes en dergelijke allemaal wat daar wat bekender mee zijn. Maar je moet met elkaar wel weer even uitvinden van hoe doe je dat nou eigenlijk precies, dat lesgeven? Waar gaat het nou eigenlijk precies om? En ik vind dat dan ondanks de afstand die je hebt online, mooi om te zien hoe dat wel gebeurt. Ja, wat is het belangrijkste voor jou van lesgeven? Het belangrijkste vind ik uiteindelijk die studenten die ergens tegenaan lopen. Volgens mij eerder keer besproken, dat sprongetje te laten maken. Dat, ja. Iets wat misschien net niet helemaal in de boeken staat. Daar de beweging juist in te zien. Maar het verschilt, terwijl ik het zeg, wel van docent tot docent. Het kan ook zijn dat die inhoud de keiharde inhoud het meest belangrijk is om daar verder in te komen. En voor jou, wat vind jij het mooiste van lesgeven? Dat je de student ziet groeien, denk ik wel. Dus dat je maakt ze mee en een half jaar later zijn ze alweer zoveel kundiger en professioneler geworden. Dat vind ik heel echt super mooi om te zien. Ja. Leuk om dat proces ook te begeleiden. Wat is je mooiste docentervaring? Mijn mooiste docentervaring? Ja, eentje waar je altijd over vertelt bij de koffie. Je bent jarig en dan zit je in een kring met cake of niet. Nou, ik heb wel een hele mooie, maar misschien ook wel passend ook bij deze tijd. Een student belde mij vorige week op. En die vertelde dat ze nogal twijfelde over de keuzes die ze had gemaakt. Dus ik vroeg, welke keuzes heb je dan gemaakt? Wat zit je zo dwars? En ze vertelde dat ze had besloten om een bepaalde toets niet te maken. De toets waarvoor ze eigenlijk die ze nodig had om op stage te mogen. Omdat ze merkte dat door corona ze zo in haar eigen cocon had gezeten dat ze zich niet vaardig en kundig genoeg voelde om die toets te maken. Oh. Dus ze had zelf de afweging gemaakt om die toets niet te maken, die waar haar toekomst best wel veel invloed had, maar dat voor haar persoonlijk en haar persoonlijke gemoedstoestand nu beter paste om dit niet te doen. En het feit dat ze daarvoor opbelt, zelf die keuze durft te maken en die keuze nog neer durft te leggen, vind ik super kwetsbaar. En dus dat is wel. Het is mooi dat dat kwetsbaarheid weer terugkomt. Eigenlijk past dat heel goed bij wat jij in het begin zei, dat familiegevoel. Dan durf je ook die kwetsbaarheid te hebben. Nou moet je ook in deze tijd moet je ook connectie maken met bijvoorbeeld wat jullie dan zeggen, het werkveld. Hoe doen jullie dat als college? Nou ja, dat is in deze tijd ook best lastig natuurlijk. En je ziet dat wij, ik denk dat iedereen dat wel herkent. De eerste maanden dat we in lockdown zaten, dan denk je van nou, over een maand kunnen we elkaar wel treffen. Of over anderhalve maand. En nu het zo lang duurt. Ja, wij doen toch veel van onze gesprekken met collega's, met het werkveld. Toch gewoon online. Ja, en iedereen begint er langzaam een beetje aan te wennen. Maar je mist natuurlijk toch wel de ontmoeting. Ook met de mensen waar onze studenten stages kunnen gaan lopen. Af kunnen studeren. Ja, je mist ook gewoon het contact, het fysieke contact. En het even in de wandelgangen. Bij een afscheid of een borrel, toch even het praatje. En ik denk dat we dat allemaal... Dat je als je hier op afstand met elkaar aan tafel kan zitten, überhaupt. Dat je connectie hebt via dit hout. Dat is altijd mooi. Dat is het mooie van wat ik doe. Dank je wel voor jullie mooie verhalen. We hebben een videoboodschap van een oude bekende. Wat een fantastische tijd en wat een fantastische hand. Continu op zoek naar verbeteringen. Daar waar het gaat om de wetenschap in het onderwijs te brengen, via lectoren en lectoraten, maar ook waar het gaat om de onderwijskundige ontwikkeling, van de alwetende docent naar de zelflerende student. Beroepscompetenties uit het beroepenveld als uitgangspunt. Met hart en ziel heb ik aan die hand gewerkt. Misschien zelfs met iets te veel hart. Ik wens iedereen de komende 25 jaar evenveel geluk als ik heb ervaren en ook evenveel plezier. Het gaat jullie goed. Goed, ik sta op een andere plek, want we gaan weer even naar Arnhem schakelen, naar Michelle en Sohal. En dan kijken we allemaal wat daar gebeurt.
Ja, zeker. Hoi. Hier is Gerrit Avres, academiedirecteur van Engineering and Automotive. En ik geef hem nu even het woord. Dankjewel. En ja, ik heb eigenlijk ook iemand meegenomen. En dat is Bas Hentjes. Die heb ik onder valse voorwenselen hier naartoe gelokt. Want Bas, het is eigenlijk heel erg bijzonder. Jij bent vandaag 25 jaar. Klopt, ja. Misschien zijn er een stuk of 10 medewerkers van de HAN vandaag jarig. Maar jij bent die ene die ook vandaag 25 jaar wordt. Namens de hele HAN willen we je daar van harte mee feliciteren. En het is ook extra mooi, want je bent nog niet zo lang geleden afgestudeerd bij de HAN. Dus ik durf ook wel te zeggen dat je naast de medewerkers ook de jonge generatie studenten vertegenwoordigt. Van harte gefeliciteerd. Dan doen wij natuurlijk corona-proof. Yes, dankjewel. Dat is heel leuk. Oh, dat was echt een verrassing om dit zo te krijgen. Dankjewel, dankjewel. Echt wel leuk. Superleuk, maar dit was onze eerste verrassing. We hebben er nog eentje. Want 25 jaar geleden gebeurde er ook iets heel moois. En misschien kan Gerrit ons daar meer over vertellen. Wat gebeurde er toen, Gerrit? 25 jaar geleden studeerde ik af bij de HAN, bij de opleiding Weg- en Waterbouwkunde. En inderdaad, februari 1996. Ja, ja, dat klopt. Daarom hier ook een heel mooi bloemetje voor jou. Alsjeblieft, Gerrit. Die wist ik niet, die zag ik niet aankomen, maar je maakt me ook blij. Bedankt. Dankjewel. Dit was de verrassing en nu gaan we weer terug naar de studio. Ik wil bijna zeggen surprise, surprise. Toch? Dat was Arnhem. Wordt nu tijd om nog even samen naar de toekomst van HAN te kijken. Wow. Tommy used to work on the dock. Union's been on strike. It's down on its luck, it's turn. So turn. She says we gotta hold on to what we've got. It doesn't make a difference every make it or not. We got each other and that's a lot for love. We'll give it a shot. Oh, we're halfway there. Oh, leaving on a prayer. Won't you take my hand? We'll make it, I swear. Ja, met je blik op de horizon kan je het behoorlijk verschoppen. Kijk naar deze sporttalenten bijvoorbeeld. Allemaal voormalig studenten van de Academie Sport en Bewegen. Jasper Sillissen, keeper bij Oranje. Althans, tot nu toe nog wel, hè. Topboxer Max van der Pas. En Sanne Wevers, die kennen we zeker. Turnster en winnares van Olympisch Goud in Rio in 2016. Open Up New Horizons is dan ook het welluidende thema waarmee HAN University of Applied Sciences de toekomst invaart. We kijken even naar een verhaal van twee zeer succesvolle oud-HAN-studenten. Ik ben samen met Jelle 6 jaar geleden Proforto begonnen. Door gewoon een websiteje op te zetten en daar wat producten op te plaatsen, werkkleding. We kregen allemaal bestellingen in de klas, dus dat was eigenlijk wel heel grappig. En toen gingen we pas nadenken over hoe we het gingen versturen en dat ze, ja, hoe we dat gingen regelen. Hoe gaat het, dames? Ja, goed. Ja? Ja. Ik wilde heel graag ondernemer worden en een opleiding vinden die daarbij past. En de HAN had een heel mooi programma dat daarbij aansloot. En daarom ben ik eigenlijk gaan studeren aan de HAN. Tijdens de studie Small Business en Retail Management, inmiddels heet het Ondernemerschap en Retail Management, leer je eigenlijk op een hele praktische manier het vak van ondernemer zijn kennen. En je leert de theorie daaromheen kennen. Dus hoe maak je een marketingplan? Hoe zorg je dat klanten op een goede manier jouw product leren kennen? En hoe zorg je dat dat product ook bij je klant terechtkomt? Dat prikkelt je heel erg om, ja, later ook dat te willen gaan doen. En zo zijn wij eigenlijk ook begonnen met ons bedrijf. Bij de HAN heb ik ook wel echt veel discipline bijgebracht gekregen, zeg maar. Dus dat je echt zorgt dat je je tentamens haalt, dingen op tijd doet, op tijd je nest uitkomt, dat soort zaken. Maar dat in die fase daarvoor nog wel wat lastig was. En ja, ook om gewoon te proeven aan allerlei vakken en allerlei onderdelen. Je krijgt ook de kans om een studentenonderneming te starten, waarbij je samen met een aantal studiegenoten een bedrijf kan opzetten en echt van begin tot eind alles kan meemaken wat daarbij hoort. Dat is me wel heel erg bijgebleven, omdat je daar heel erg kan proeven aan het ondernemerschap. En dat heeft me ook wel, ja, heel erg geholpen om dit daadwerkelijk te gaan doen. Proforto is een totaal leverancier van bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn werkhandschoenen, helmen, et cetera, et cetera. We begonnen eigenlijk met z'n tweeën, 2014. En inmiddels zitten we op bijna 100 mensen personeel. En we gaan nu richting de 25 miljoen euro omzet. Dus ons echte doel is om in 2025 de 100 miljoen te passeren. En daarin zijn we voor ons gevoel goed op weg. Ja, 2 medewerkers, nu 100 medewerkers, 25 miljoen omzet, op naar de 100 miljoen. Rob en Maaike, welkom terug. We kijken in de toekomst. Maar Rob, als je dit ziet, dan vervul ik je natuurlijk met trots. Dat heb je helemaal goed ingeschat. Toch? Precies, ja. Ja. Maar dan kijken we even naar die student van de toekomst. En als je naar de toekomst wil kijken, kijk ook een beetje naar het verleden. Als je kijkt naar al die verschillende generaties die je hebt meegemaakt, afgelopen 25 jaar bij Han, waarin zitten de verschillen? En waar gaat het heen? Ja, misschien ook waar het naartoe gaat. Hè. Ik denk dat we alleen al in dit uur allerlei voorbeelden hebben gehoord waarbij studenten, docenten, onderzoekers zich steeds meer bezighouden met wat zijn nou de maatschappelijke uitdagingen die om ons heen zijn. Ja. En op welke manier kunnen we daar een bijdrage aan leveren? Dat kan doordat je door het onderwijs te doen, dat je de juiste mensen op de juiste manier opleidt, door onderzoek te doen, zoals we de voorbeelden hebben gehoord. Maar deze voorbeelden van deze twee mannen laat ook zien dat je door ondernemerschap daaraan te koppelen, de innovatie nog kunt versnellen en dat je daar de impact nog alleen maar groter van kunt maken. Dus als je nou het in ontwikkeling zou moeten zien, dan is denk ik de impact op de maatschappij, dat is wat steeds groter wordt. En dat is wat de drijfveer is om dat te doen wat studenten doen, wat docenten doen, wat onderzoekers doen. En als ik aan jou vraag, stel over 25 jaar, ben je nog steeds aan de Han verbonden? Dan ben je een of andere bestuursfunctie, denk ik. Misschien zit je wel op Robse stoel, wie weet. Ja, misschien wie wel. Wie weet, ja. Ja dat, misschien wel over 20 jaar. Misschien kan ik over 15 jaar al solliciteren. Snap je? Maar als je kijkt naar het onderwijs en de ontwikkeling daarvan, wat zie jij dan? Ik denk dat juist door gewoon nu, ik denk dat onderwijs, het blijft fysiek en we blijven elkaar opzoeken. En ik denk dat het onderwijs ook gericht gaat zijn op dat we een snellere samenleving hebben en ook meer verwacht wordt van een student, omdat we alles meer kunnen vinden. En ik denk dat het steeds meer verder ontwikkeld gaat worden en dat we steeds meer andere specialisaties erbij krijgen. Ja. En waar zit jij over 25 jaar? Ik maakte een grap net, maar. Ik wil eerst afstuderen. Lijkt mij een hele goede. En mijn diploma halen en de wereld ligt aan mijn voeten. Ik maak altijd grap van, als ik minister van Onderwijs ben, dan mag je wel in mijn departement werken. Maar eerst waarmaken en dan ga ik pas voorspellingen doen. Oké, goed. We gaan langzaam het einde. Maar niet voordat we nog wat boodschap hebben bekeken van enkele oud-bestuursleden van de Han. Maar eerst, zoals altijd, Bo. Might seem crazy, one about to see. Sunshine deep here, you can take a breathe. I'm a high balloon that could space. And yeah, like I don't care, baby, by the way. Ik heb tussen 2002 en 2009 mee leiding mogen geven aan deze prachtige hogeschool die tot de dag van vandaag in mijn systeem zit. Het is mijn eerste grote en misschien ook wel mijn belangrijkste grote onderwijsliefde in mijn professionele loopbaan geweest. En tot de dag van vandaag is de Han niet uit mijn leven, want nog steeds hangt op het toilet de verjaardagskalender die ooit bij de Han is uitgereikt. Nog steeds fiets ik uiteraard met kledij, wielerkledij, zoals ik die ooit bij de Han gekregen heb. Ik wil maar zeggen dat datgene waar je van houdt, dat doe je niet weg. Ik hoop dat jullie een mooie dag hebben. Jullie verdienen het feest. Volgens mij gaat het jullie goed. En ik gun het jullie. Heel veel plezier. En ik hoop nog heel veel mooie dingen van de Hogeschool Arnhem Nijmegen voorbij te zien komen. Gefeliciteerd. En hopelijk tot ziens. Beste oud-collega's, mijn hartelijke gelukwensen met het 25-jarig jubileum van onze Han. Wat zou het geweldig zijn om dit met elkaar live te vieren. Een beetje zoals op 12 juni 2015, toen we met z'n allen het nieuwe instellingsplan beleefden. Helaas kan dat niet, maar ik hoop dat de kern van dat IP, de liefde voor studenten, onverminderd levert binnen de Han.
Mooi, hè? Muziek, mooie woorden van mooie voorzitters. Laatste woord is jou, Rob. Nou, dank je wel. En een prachtige uiteenzetting, een uur lang. En als je nou daar de afdronk van doet, dan zie je eigenlijk dat er heel veel veerkracht is. Dat iedereen ook laat zien dat 25 jaar een hele basis is waarop je voor kunt bouwen. Maar ik zie ook, nou, als ik nou voor me kijk, zie ik ook de wall met studieverenigingen. 16 zijn er vertegenwoordigd. En die, dat geeft eigenlijk ook aan wat we op dit moment eigenlijk ook missen. En dat is dat we niet bij elkaar kunnen zijn, dat we elkaar niet kunnen ontmoeten. En ik hoop echt, terwijl ik nu ook inderdaad zie dat ook elke vereniging nu ook zijn plaatje, zijn logo omhoog doet. Doe maar, jongens. Ja, ik zie het. Heel verstandig om dat ook te doen. Ik kan ze wel even noemen, hoor. Moveren, Lingua Franca, SV Toep, Blended, Plexus. Dankjewel, goed dat je er bent. Meesterlijk. Ik zie daar Rosanne, top dat je er bent. Fides, ja, Fides, heb je ook gezien. En Moveren, Trimover had ik ook gehad. Ja, top. En alle andere verenigingen, iedereen die je gekeken heeft natuurlijk. Ja, precies. En dat vind ik echt heel erg belangrijk. Dat staat voor heel wat. Dat betekent inderdaad elkaar kunnen ontmoeten. Want we zeiden ook, we hebben veel geleerd van corona. Het heeft ons veel problemen veroorzaakt. Maar we zijn ook achtergekomen dat wat eigenlijk wel essentieel is om het fijn te hebben, om het goed te hebben. En dat is toch die ontmoeting. Dus super dat we dit doen. Dit uur dat we dat hebben kunnen doen, stil kunnen staan bij die 25 jaar. Ja. En we doen er alles aan om ook zo gauw het weer kan, dat ook in fysieke vorm met echte ontmoetingen te doen. Daar gedijen we toch het beste bij. Ja, dan ga ik op afstand ook digitaal, omdat het even niet anders kan. Want zij zitten in Arnhem en wij doen dit vanuit Hilversum. Dankjewel, Michelle en Sohal, voor jullie bijdrage. Ja, graag gedaan, Humberto. En wat ook superleuk was, is dat we superveel reacties hebben meegekregen van medewerkers die trots zijn op de HAN, op de studenten en hun levenswijsheden. Terug naar de studio. En dit was het vanuit Arnhem. Doei, doei! Ja. Mooi, hè? Zo vrolijk. En dit was ook de live uitzending in het kader van 25 jaar HAN. Maar een echt einde is dit natuurlijk niet. We blijven met elkaar in contact. Je zou kunnen zeggen HAN voor TAN of TAN voor HAN. Dit programma kun je terugkijken op Insight. En laat van je horen via de social media kanalen van de HAN. Blijf naar die horizon kijken. Het mooie is, Charles van Kommenee, dat is een oud atletiek coach, die heeft ooit gezegd, als je er over 2 meter wil springen, leg de lat dan niet op 1,99. Dan kom je het verst. En ook al lijken de vooruitzichten op dit moment misschien troebel, er valt altijd wel iets te zien. En hier in de studio nog 1 keer. Bo.